baby. Ik schrik steeds als mijn wenkbrauwen zie. Hi baby. Hi baby. Oh, ze ging eindelijk maar even zo schattig rollen. Je bent de mooiste poesie van Nederland. Ja. We gingen best wel op tijd slapen, dus ik ben echt om 7:50 al wakker geworden. En toen dacht ik, het voelt alsof ik echt genoeg heb geslapen. En toen ging ik even kijken op mijn Apple Watch. Had ik 8,5 uur geslapen, dus ik had gelijk. Ik had heel veel zin om op te staan. Ik had heel veel zin om te gaan editen en zo. En ik wil rond 12 uur sporten. Kom, wat is er met jou? Waarom ben je aan het miauwen? Ja, kom maar lekker bij mij liggen. Gaan we samen werken. Jij werkt ook altijd zo hard. Ja. Ja, de video met Nicole is echt heel leuk geworden en beeld is ook heel mooi. Maar omdat mijn audio dus stuk is, heb ik met mijn telefoon opgenomen. Dus je ziet hier het geluid van mijn telefoon. Die moet ik dan zeg maar naar mezelf mailen. En het zijn in meerdere stukken. En het filmen ging tussendoor ook steeds fout. Dus dat waren ook allemaal meerdere stukken. En dan moet je steeds het beeld weer koppelen aan het geluid. Dus dan moet je zeg maar wachten tot het geluid precies gelijk klinkt. Dan zit hij gelijk. En dan zet je dit geluid uit. En dan zeg maar, ik zal even uitzoomen. Zie je dat dat... Nou ja, het valt mee. Maar je moet steeds heel goed kijken wanneer, wanneer het geluid matcht. Dus nu is dus alles goed. En dan kan ik het grounden. Een soort van dat het één geheel wordt. Maar vaak gaat dat mis. Dus wat ik tegenwoordig doe is om dan nu eerst renderen. Nou, hij duurt 50 minuten. Dus dat duurt denk ik 4 uur. En dan heb je in ieder geval alle beelden en audio goed aan elkaar gekoppeld. En dan kan ik er chill in bewerken. Want ik moet toch eerst op een week vlog bewerken. Dus dan staat dit op de achtergrond pas klaar. Nou, dat was een beetje achtergrond info. Ik ben heerlijk in de gym geweest. Het is nu 2:30. Ik had vandaag upper body day, maar ik voelde me wel een beetje... Nou ja, als je maar sport bent vergeet je het, maar toen kreeg ik voelde me wel een beetje overdressed met deze wenkbrauw. Maar goed, nu ga ik even mijn video bewerken, want die is net klaar. Nee, ik ga eerst mijn vlog afmaken, want dan is die ook klaar. En dan moet ik even Vincent pakketjes wegbrengen. Maar ik zag dus dat je sommige bij DHL en sommige weer bij dat Homer-punt. Dus dat is best wel irritant. Maar oké. Ja, verder prima. Lekker relaxed werkdagje. Oké, even eruit. Even een snelle outfit change. Vorige keer had ik de webshop trui aan in het grijzig. Met mijn blauwe zolsneakers. En nu dacht ik, ik doe mijn fila's. Die ik echt nooit draag. Kijk, deze draag ik echt nooit, maar hoe cute is dit erbij? How lovely. Zoals ik al zei in mijn vorige vlog, ik hou echt van flirt met sneakers. Ik heb niks aan make-up gedaan verder, maar ik vind het prima zo, dus oké, tot zo. Hij heeft weer zo'n ziek lekker gerecht gemaakt met die kool. Oh. Waarom heb je het nu dan heel gemaakt met curry? Lekker, hè? Oh my god, het is 2:00. Ik heb net van 10 tot 2:00... geëdit zonder te staan, zonder te drinken, zonder te eten. Ik had een cappuccino. Gewoon niet stoppen. Ik heb zoveel beeldmateriaal dat ik dus waarschijnlijk voor volgende week dagvlogs ga doen. En nu heb ik iets heel lekkers. Als ontbijt en lunch. Slabootjes met carpaccio, parmezaan en truffel. Mayo een klein beetje, niet te veel. En dan nog een paar met mango chutney sambal en tuinkruidenkip. En romaine-sla. Ga ik nu lekker eten en dan ga ik mijn haar wassen. Dus het wordt weer een uitdaging om mijn wenkbrauwen niet nat te maken. Ik zit trouwens denk of ik mijn haar wel gewassen. Ik heb zin om het te wassen. Soms heb je zo'n gevoel dat je dat wil. Het is heel plat. Ik heb natuurlijk er super veel mee heb lopen klooien met die Dyson. Echt heel stijl. En ik heb daar zin in meer volume. Maar het is niet vet. En als ik het nu was, zaterdag, moet ik het woensdag weer wassen. Terwijl ik het eigenlijk voor mijn verjaardag wil wassen. Ik ben helemaal sloom van 4:00. Ken je dat? Dat je 4:00 lang op je laptop zit te werken. En helemaal gewoon... Een soort zombie wordt die echt ijskoud is. Niks gegeten. Maar dan zit ik er zo lekker in dat ik gewoon door wil. Crunchy. En we hebben straks de verjaardag van de tante van Heel. Ik hou zo erg van tomaatjes. En dit zijn die Rivolo van de Lidl. Die waren 30% korting. Die zijn echt lekker. Wij zijn trouwens net lekker bezig met de vriezer leegmaken. Maar gisteren had ik boodschap gedaan. Oh, ik heb het helemaal niet gefilmd. Heb ik verteld dat ik 2 taarten bij Piece of Cake heb besteld voor mijn verjaardag? Ik heb in ieder geval voor dit uit de vriezer voor erbij nog. Ja, er komen 25 mensen, maar omdat het 30ste verjaardag is en we vieren het samen, vind ik het wel leuk om het sowieso even
om die twee redenen groot aan te pakken. Zo niemand shout-out. Jezus, soms adem ik gewoon niet. Maar wat ik dus wil zeggen is dat ik dus van die maaltijdzakken. Ik vind die van Iglo niet echt gechilled. Maar die waren 4 euro bij de Oortwijn. Dus ik heb wat van die zakken gekocht. Als ik dus altijd koolhydraatarm eet, dan is het handig om dat erbij te hebben. Zodat voor mensen die wel koolhydraat eten, dat we soms nog bijvoorbeeld zoiets erbij kunnen doen. Maar ik ben dus wel fan van die van de Lidl. Bijvoorbeeld pasta en de Aldi. Want ja, ik maak nooit meer pasta nu. Dus ik dacht dat is wel handig om in de vriezer erbij te hebben. En dan ging ik ook weer vloggen. Oh ja, ik heb 2 pakketjes. Ik maak nog even een proteïne shake banaan met wat blauwe bessen. Ik vind die banaan echt niet lekker trouwens. Maar ja, het moet toch op. Want ik heb nog een klein beetje trek en ik heb natuurlijk gisteren gesport. Het ziet er heel goor uit. En ik ben al 2 dagen mijn vitamines vergeten. En dat is niet slim, want iedereen is ziek, hoor ik, om me heen. Ook op de verjaardag zat zijn er mensen die niet komen, want die zijn niet lekker. Ik hoor gewoon dat heel veel mensen ziek worden. Ik snap het wel, het weer is heel wisselvallig. Maar als ik 1 keer niet ziek word, is het nu. En ik ben sinds de zaak al niet ziek geweest. Maar als ik ziek word op mijn 30ste verjaardag, ga ik echt huilen. Dit ziet er heel vies uit. Bizar vies ziet het eruit. Gewoon grijs. Logisch als je geel met een paar blauwe bessen. Prima. Niet heel lekker. Gewoon prima. Hadi vindt die shakes van mij echt heel vies. Maar ze zijn natuurlijk ook vegan. En dit is dus mijn zinkzuig. Ik heb... Oh, nu komt net haar binnen terwijl ik ga vloggen. Nou ja, ik heb, zoals jullie weten, was ik dus helemaal verliefd op die nieuwe schoenen. En toen was de sale dus weg. En toen zag ik dat de sale er weer was. Dus nu heb ik ze wel besteld met roze zool. Maar Weekamp heeft dus iets nieuws. Dat je vanaf nu 50 cent moet gaan betalen per geretourneerd artikel. Wat ik wel goed vind voor mensen zoals ik die heel veel bestellen. Die heb ik besteld en die roze. Oh, dat zijn deze. Waren ook echt nog geen 30 euro. Dus ik dacht, nou, die vind ik zo vet. En waarschijnlijk zitten ze hetzelfde, zien er hetzelfde uit. Zijn dus blijkbaar van de Van Haren. En het merk, zou ik nog voor wie het niet had gezien, is Oxmox. En ja, die 25-30% korting hadden ze weer. En met die blauwe schoenen ben ik gewoon super blij. Ze zitten ook gewoon goed. Ik heb geen 1 keer last mee gehad. Dus daarom ook. Die met volgens mij een oud roze. Ja. Ik twijfelde dat ik dacht, ja, dat blauw vind ik misschien. Een snoepje zit in de mond. Iets vetter. Het is niet knalroze, maar. Ik bedoel, kijk hoe mooi dat crème wit met oud roze. Dus ik denk dat ik deze alles weg ga houden. Ik vind ze gewoon super leuk, super betaalbaar, hip. En ja, als ik dan zie dat de Sasha soms zulke schoenen verkoopt voor 130 euro, dan denk ik nou, ik vind dit wel een leuk prijsje. En ik had nog iets. Ik heb voor het eerst een even besteld bij MyProtein. Omdat zij dus allemaal van die suikervrije siroopjes en drops en zo hebben. En ze hadden nu best wel een hoge korting. Dus ik dacht, ik heb het gewoon zelf betaald. Ik ga daar eens een keertje bestellen, want ik ben wel heel nieuwsgierig. Nou, dat zag ik wel. Ze hebben wel zoiets dat iedereen kan dat doen. Hoef je geen YouTuber voor te zijn, maar ik zet het even in de beschrijving. Dan heb je zo'n persoonlijke code. En als jullie die gebruiken, krijgen jullie 3 maanden gratis bezorging. En ik krijg 10 euro of zo. Dus mocht je ook iets gaan bestellen naar aanleiding van dit. Ik heb het dus zelf betaald. Ik heb geen samenwerking, maar dan heb ik er nog wat aan. Dus dat zou leuk zijn. Oké, we gaan even kijken wat het is. Ik heb, oh ja, ik heb... drops, een siroop en matcha proteïnebars gekocht. En de reviews waren daarvan best goed. En die waren dus allemaal best wel afgeprijsd. Dus ik dacht, dit is mijn kans om een keer na geïnfluenced te worden door iedereen hier een keer wat te gaan bestellen. Tadaa! Deze ga ik niet nu proeven, maar dit zijn ze en hoe vet dat ze matcha bars hebben. Dat vind ik echt heel leuk. Die siroop is mega groot, dat had ik niet verwacht. Ze hadden volgens mij 2 of 3 smaken. Ik heb dan Zero met Golden Syrup flavor. Heel nieuwsgierig naar of het ook echt zo lekker is. En dan heb ik 3 drops. Ik hoorde dat ze hadden zeg maar bepaalde 3 smaken of ze hadden ze ook in een grotere variant. En dan was het goedkoper. Want dit is 8 euro en dit volgens mij 13. Maar ik hoorde dat hier geen chill pipetje bij zit en hier wel. En ik dacht ja, straks vind ik het niet lekker. En dan is het ook zonde dat je de grote hebt gekocht. Dus ik heb de vanille wel in het groot. Want ik las dat dat gewoon heel lekker is. En ik denk dat dat ook niet heel snel mis kan gaan. Ik dacht dat het glas was, maar... Oh, dat ruikt heel lekker inderdaad. Dan denk ik, ja, dan kan je dus heel veel producten gewoon in een naturel smaak kopen. En het hiermee een smaakje geven. En hazelnoot vind ik super lekker. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze ruikt. Oeh, die stinkt heel erg. Die ruikt echt heel vies. Dus, nou, ik zal het allemaal even aan jullie laten weten. En... boterkoekjes, butter biscuit. Het is geen Nederlands bedrijf trouwens. Die ruikt wel lekker.
Maar die ruikt eigenlijk een beetje naar vanille. Maar ja, had ik kunnen weten. Boterig. Dus dat is alles wat ik heb besteld. Eigenlijk helemaal niet zoveel. En ik zal jullie deze vlog nog even, of volgende vlog, even laten weten hoe het bevalt. En mocht ik het vergeten, laat het even weten in de reacties. En dan ga ik nu lekker douchen. Ik zie dat ze elastiekjes hebben, dus ik wil jullie even een goocheltruc laten zien. Hoe moest die nou ook weer? Zo, dat vergeet je echt super snel. Ik hou ervan om mijn spullen die ik heb gekocht dan zo neer te zetten, zodat je kan genieten van wat je hebt gekocht. Deze lijken veel kleiner. Oh nee, laat maar. Mooi, hè? Ja, toch mijn haar was en ik doe het met watjes en... Oh, deze moet nog iets beter. En een tepelplakker. Ziek groot zijn die tepelplakkers trouwens. Hij moet nog een beetje omlaag. Zo moet het denk ik wel lukken. Zo, ik heb voor het eerst weer een tijd een lekker maskertje op. Ik heb er één op van een Sephora van jaren geleden. Ik moet straks heel voorzichtig zijn met afhalen, maar de tepelplakkers truc was echt top. Alleen de watjes, dat ging niet helemaal goed. Dus ik had die watjes er afgehaald. Tepelplakkers weer even helemaal nat gemaakt en droog, dat ze weer plakte. En dan echt als een soort van kapje over mijn wenkbrauwen, waardoor het er allemaal zo afdroop. Door de siliconen hecht het heel goed, dus dat werkte echt top. Er is gewoon geen druppel opgekomen. En ik ga even een story opzoeken over hoe je het beste je haar kan kunnen met de Dyson. En dan, ik vind het wel chill, want normaal feun ik mijn haar nooit. Maar nu heb ik echt zin om het te feunen, want het is super snel klaar. We moeten alleen wel over een uur weg. En ik dacht toch gewoon hetzelfde aan als laatst, die witte broek met het blauwe blouseje. Maar het is echt slecht weer. Dus ik vind het niet echt bij het weer passen, maar boeiend. Ik heb geen zin om een hele outfit uit te zoeken vandaag, want dat duurt zo lang. En mijn haar is zo zacht van de Olaplex. Heerlijk. Dus waarschijnlijk krijg ik weer tijdstress. Maar ik had dus niet gepland dat ik mijn haar ging wassen. Maar oké, als we wat later zijn, maakt het ook niet uit. Oh my god, jongens, deze Dyson is echt next level. Echt zo typisch wat haar dan zegt. Ik zeg, vind je het mooi? Zegt hij, nou, ik vind de staart mooier. Het had nog veel heftiger gekund, maar dat vind ik niet mooi. Ik merk wel dat deze kan snel uitzag, dus die moet ik misschien wat heftiger doen. Ik had eigenlijk een beetje zo de techniek onder de, dat je hem zo houdt en dat hij dan zo blaast. Maar deze is alweer uitgezakt. Misschien ga ik hem nog één keer doen straks. Maar ik wil even... Ik was er zo lang mee bezig om uit te zoeken hoe en wat. En ik draag mijn haar natuurlijk niet zomaar zo. Dus ja, dan zie je het eigenlijk wel niet meer. Maar grappig, ik heb dan echt zo het gevoel dat ik heel erg overdressed ben als ik dit heb. Terwijl de rest van mijn haar is eigenlijk helemaal niet boeiend. Dat heb ik er alweer uitgeborsteld. Maar ik ben gewoon een beetje aan het oefenen. Oké, ik ga hem opmaken en dan gaan we. Want het is al begonnen. Oké, ik heb haar nog een beetje platter gemaakt. Want ik vond het iets te much. Maar we hebben dus een super grappig gedeelte voor Ger. Want zij wil niks. Dus ik heb een schoenendoos. Daar heb ik van dat webshoppapier in gedaan. Wat is het voor route? Oh, ik weet al wie je gaat. En ik zal het zo even filmen. Dat is wel grappig. Het ziet er nog best leuk uit. Het is een schoenendoos en ze houdt heel erg van biologische producten. Dus ik heb hier een biologisch elderflower, chickpea crackers. Dit zijn ook organic. Die kiwi jam, een collageen dingetje, een natuurlijke lippenbalsem. Beleda tandpasta, biertje wat ze lekker vindt. Dit is voor de grap, want ik had steeds haar thermolegging geleend met wintersport en een kaars. En dan, ik ga echt een stuk om dit kaartje. Oh, en nog een, dit is nog een ding. Die heeft H geschreven, ik ga echt een stuk hierom. Oh, zie ik leuk. Koriander of spaghetti heb ik nog nooit gedaan. Wat dan? Het is petsen. Oh, heb ik ook nooit. Spuit de roomkaas op de zalm in het cupje. Even mijn camera aanstaan. Dat ga ik natuurlijk niet erin laten. Oh, hoe kan ik nou vier bonbons hiermee maken? Eeuw, er komt sap uit. Water. Spuit de roomkaas op de zalm in het cupje. Zoveel roomkaas. Vouw het dicht. Oké. Ik snap het idee. En dan heb je een zalmbonbon. Dat is denk ik wel lekkere roomkaas. Maar ik vind het... Eeuw. Ik ga mijn hele handen naar zo omruiken, oké. Nou, het ziet er niet uit. Ze zijn ook veel te dik, maar het kon niet anders. Maar kijk, het is weer zondag. Sunday cheat day. Oh, wat lekker. Oké, jongens, ik heb vandaag niks gevlogd. Ik ga de weekvlog nu ook afsluiten. En trouwens, het waren allemaal dagvlogs, omdat ik zoveel had gefilmd. Vannacht was het feest was super leuk. We waren heel laat thuis. Ik heb 1,5 uur geslapen. En ik ben net heel even naar de Action geweest. Daar heb ik super leuke dingen gekocht voor het feest. Een beetje voor ons huis. Dit allemaal. Maar dat ga ik lekker morgen allemaal laten zien. Ik ga nu de weekvlog afsluiten. Of de dagvlog. Ik weet niet. Volgens mij heb ik deze week echt 5 vlogs. Ik ben bedankt voor het kijken. Vergeet niet weer te reageren. Duimpje omhoog te doen.
abonneren. En bedankt voor al jullie super lieve reacties. En tot bij de volgende. Of op social media natuurlijk. Doei!